Jan Willem is een begaafde pianist en een uitzonderlijke muzikus. En vandaar dat we hem steeds terugzien op de concerten van Hour of Power. Jan Willem, wat niet iedereen weet is dat je een meesterlijke improvisator bent. Je noemt maar wat en jij improviseert erop, dus dat gaan we straks nog testen. Maar eerst over het geestelijke lied, waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat. Ik ga een hymn spelen op de ouderwetse manier, zoals die in de boeken staat. What a friend we have in Jesus. En wat ik heel mooi vind is om dat kleur te geven en ritmisch in te vullen op een manier die bij jazz past. Dus ik speel eerst even het origineel. Ja. Kennen wij dat? Ja. Maar op het moment dat de jazz zijn entree doet, dan krijgen we het zo. Ik klap dit even dicht. Ja, schrik je van. Want helemaal geen bladmuziek staat hier. Nee, dan verdwijnt ook de vrijheid van mij. Ja. Dus die heb ik al nodig. Ja. Dat zien we op de concerten van Hour of Power, die je al vele jaren begeleidt. Zometeen weer in Leiden. Daar gaan we over spreken. We gaan eerst nog een stukje kijken van jouw medewerking aan Hour of Power concert. Dan gaan we ook praten over een andere kant uit jouw leven, een schaduwkant. Willem, jij bent, tenminste voor het oog van de buitenwacht, de immer vrolijke pianist, toetsenist, die fantastisch weet te improviseren. Maar er is ook een donkere periode in je leven geweest. En die donkere periode kennen heel veel mensen, namelijk 1 miljoen Nederlanders heeft ermee te maken. Wat overkwam je? Ik raakte overspannen. Ik liep al jarenlang met een zware last op mijn schouders. Het gevoel te hebben niet genoeg liefde te kunnen geven aan mijn vrouw, mijn kinderen, mijn muzikale collega's, mijn voorganger, mijn familieleden. Ik liep als het ware leeg, omdat er zat een gat in mijn hart waardoor de liefde die ik ontving meteen weer wegliep. En ik heb gemerkt dat ik daardoor de hele tijd op eieren liep en ook over mijn grenzen ging. Ja. Ik gaf heel veel en ontving eigenlijk niks. Ik kon het niet ontvangen omdat ik het gevoel had dat ik dat niet verdiende. Ja, Willem, ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Dat je heel makkelijk andere complimentjes kunt geven en zelf niet weet hoe je dat moet verwerken. Het thema van Hour of Power is, je bent geliefd. Mm-hmm. Voelde je wel zo of was dat ook moeilijk? Dat was heel moeilijk om me geliefd te voelen. Ja, ik heb. Het bijzondere is dat dat aan het licht kwam op het Christian Artist Seminar. Dat is een internationale kunstenaarsweek. Die werd toen in Nederland gehouden. En ik speelde daar samen met een cellist op een van die avonden. En die cellist die zei na afloop: wij moeten met elkaar praten, want ik hoor een droefheid in jouw spel die hij herkende. En ja, dat was voor het eerst dat ik met mijn verhaal, want ik was toen ook al wel wat bekender aan het worden. En ja, je moet toch de grote smile naar de buitenwereld moet je hoog houden. Het is heel moeilijk om daarover te praten, want ik schaamde me daar behoorlijk voor.
En hij zei, ja, hij prikte daar dwars doorheen. En dat voelde voor mij voor het eerst in mijn leven heel veilig om daarover te praten. Ja, dat is het begin geweest van het herstel. Ja. Hoe beleefde jouw vrouw dat en jouw kinderen? Merkten ze het aan je? Nou, achteraf kan zij zeggen, ja, ik heb wel gemerkt dat je down was. En ja. Dat het wel zwaar was, het gewone leven. Ja. Ja, het was natuurlijk ook een leven eigenlijk met twee gezichten voor mij. Ja. Was je ontzaggelijk eenzaam in feite, terwijl je altijd maar optredens gaf mensen om je heen? Nou, ik had wel genoeg afleiding. Dus er was zoveel reuring. Ja. De kinderen waren toen ook nog klein. En er was zoveel te doen. Maar ik merkte wel dat ik mij elke dag... weer een dag. Hoe kom ik hier nu doorheen? En dan ging ik wel weer. Ja. Maar het waren lange dagen. Wat is jouw advies aan mensen die zeggen, oh, ik herken dat. Dat gevoel heb ik ook. Ik zou zo graag ervan af willen. 1 miljoen mensen lijden aan een vorm van depressie in Nederland. Nou, het is super belangrijk om natuurlijk eerlijk te zijn naar jezelf. Om jezelf in de spiegel te kijken en echt het naar jezelf misschien wel het achterste van je tong te laten zien. Ja, maar dat deed jij niet. Ander moest dat constateren. Nee. Ja, ja. Nou ja, het is heel fijn om natuurlijk ook veilige vriendengroep of mensen in je omgeving te hebben waar je dat aan durft te vertellen. In dat opzicht ervaar ik het echt als een godswonder dat die cellist dat daar doorheen prikte. Ik zie dat meer als van ik stond met mijn rug tegen de muur en ik kon verder niks anders. Ja. Dus ja, wat voor advies zou ik geven? Dat vind ik eigenlijk wel een moeilijke vraag. Want bij mij is dat moment me overkomen, maar ik heb toen wel besloten, oké, nu moet ik het doen. Want als ik het nu niet doe, dan gaat het niet meer gebeuren. Ja. Voor jou was het heel moeilijk om te ontvangen, wel liefde te geven. Zat je niet in de knoop ook met God, dat je dacht van ja, hoe doe ik dat nou? Ik zit achter die piano, ik speel allemaal christelijke liederen, ik werk mee aan grote christelijke evenementen of kleinere. En in feite zit hier een man met een gebroken hart. Ja, nou dat is het precies. dat is gewoon, dat was de ook wel een soort wurggreep. Ja. Ja, en ik had gelukkig zoveel passie en liefde voor de muziek, dat ik me altijd wel, het is ook een soort vlucht misschien. Ja. Van nou, dan kan ik weer lekker even de muziek in, dan hoef ik er niet aan te denken. Ja. Maar ja, als niemand kijkt, dan komt het weer boven. Heb je veel gehaald? Nou, ik denk dat vooral de ontlading daarna, die heeft wel heel veel emoties teweeggebracht. Bij mij, bij mijn vrouw. En dat was wel een enorme ontlading. En daar is uiteindelijk die overspannenheid uit voortgekomen. Want mijn lijf zei, joh, je hebt zo lang je vastgehouden aan iets heel zwaars. Nu moet dat even ontspannen. Ja. Jezus zegt, mijn last is licht en mijn juk is niet zwaar. Ik denk dat dat soort teksten ook pas toen echt tot leven zijn gekomen. Want in die periode las ik ook een Jesaja 53, wat natuurlijk een heel bekend stuk is over het lijden van Jezus. Ja. En nadat we thuis waren gekomen van die week, kunstenaarsweek, las ik dat. En toen begon dat langzaam te zakken van, wacht even, volgens mij ben ik nu aan het lijden. Terwijl Jezus heeft dat al lang en breed op zich genomen. Dus ik ben nu in plaats van Jezus aan het lijden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? En dat was wel ook een heel duidelijk moment van herstel. En het bijzondere is dat ik daarna ook nooit meer getwijfeld heb aan die liefde. Je bent volledig hersteld. Ja, dat kan ik wel zeggen. Mooi. Ga je mee naar een onbewoond eiland? Ik zet je af. Oh, oké. Okay. Nou, in dat geval, ja. Je hebt alleen je Bijbel bij je. Mm-hmm. Welke tekst ga je als eerste lezen? Dat is mijn belijdenistekst. Ik ken hem niet uit mijn hoofd. Daar staat in Hebreeën 13, vers 5 en 6. Wees tevreden met wat u hebt, want God heeft gezegd, ik zal altijd voor u zorgen. Ik zal u nooit in de steek laten. Daarom kunnen wij goede moed hebben en zeggen, de Heere helpt mij. En daarom hoef ik niet bang te zijn voor wat een mens mij kan aandoen. Nou, op een onbewoond eiland hebben we geen last van anderen. Nee, dat is waar. Maar wat een mooie tekst, zeg. Waarom spreekt die zo voor jou? Ik vond het sowieso heel bijzonder dat mijn toenmalige voorganger, dominee, die tekst voor mij uitkoos. Ja. Ik had wel iets verteld over waar ik toen doorheen ging. Ja. Op het conservatorium, die tijd van te studeren. En ben ik een mensenmens, maar tegelijkertijd moet ik ook waken voor mijn grenzen. En dat spanningsveld vind ik wel een uitdaging om tegelijkertijd met mensen samen te werken, mooie dingen te bedenken en ook te waken voor mijn eigen hart. Ja. Je hebt een foto meegenomen van je oma. Ja, dat klopt. En waarom?
Het is mijn oma dus. En dat ben jij. Dat ben ik. Ja, de muzikale genen, sorry pap, die heb ik toch echt van de kant van mijn moeder en van mijn oma. En ja, dat vind ik heel, heel speciaal. Ik heb dierbare herinneringen aan zowel mijn opa als mijn oma. Ik ging daar dan ook regelmatig op bezoek, toen ze ook al op leeftijd waren. En dan hadden zij een piano in de gang staan. En dan gingen wij, dan en een stoel ernaast. En dan ging zij in de stoel zitten en ik ging dan spelen. Ja, en dan zong zij altijd uit volle borst de tweede stem. Dus ik denk, als zij geen 5 dochters had grootgebracht, dan was ik ook natuurlijk niet geweest. Nee. Maar dan was zij denk ik operazangeres geworden of zo. Kijk. Ze kon echt heel goed zingen. Ja. Dus ik doe natuurlijk mijn andere familieleden en de rest van mijn geliefden tekort door hen natuurlijk niet op de foto te zetten. Maar ik ervaar wel echt een diepe verbondenheid met haar vanwege de muziek ook. Prachtig. Ja. Je hebt een accordeon meegenomen. Ja joh. Ja, ik ben eigenlijk, ik zal me eerlijk zeggen, ik ben niet een specialist. Maar hoe kom je aan de accordeon? Eigenlijk, waarom ben je er een beetje gek op? Nou, ik denk ook van, volgens mij moet je af en toe de veilige haven verlaten. En dan even een ander soort instrument proberen. Zal ik het stuk spelen wat ik speelde toen ik met die cellist speelde? Doe dat. Ja. Een klein stukje dan. Klinkt mooi. Ik heb inmiddels een stapeltje cd's in mijn handen. Die zijn eigenlijk allemaal voor jou. The Love of Joy, In Zijn Aanwezigheid, All That Hymns. Mm-hmm. Je bent eigenlijk ook een jazz-specialist. En dan denk ik, ja, wat heeft dat nou met christelijke of geestelijke muziek te maken? Ja. Wat zeg jij dan? Nou, dan zeg ik voor mij heel veel. Ja? Want de muziek die ik maak is gewoon, vind ik, ja, die ervaar ik als een geschenk van God. Ja? Dus voor mij is elke muziek die ik speel dan een geïnspireerd. En voor mij is dat jazz ook. Ja. Kijk, jazz is natuurlijk een muziekstijl uit Amerika. Die is daar ontstaan begin 20e eeuw. Door de Afrikaanse slaven. Die brachten hun invloeden mee. Ritmes, melodieën. En de westerse invloeden ook. Van de manier waarop tegen compositie werd aangekeken. En ja, die mengelmoes. Ja, die vind ik heel interessant. Omdat dat heel veel vrijheid geeft. Melodisch, ritmisch en harmonisch. En in Amerika zie je ook juist dat die jazz wordt gecombineerd ook in de gospel, in het evangelie. En dan krijg je de zwarte Amerikaanse kerken. Ja. Dus voor mij zit dat heel dicht bij elkaar. En dan is jazz voor mij meer een vorm, een middel om mij te uiten. Ja. Ja, en ik heb dan de achtergrond, net als wat ik vertelde over mijn oma. Dat is de traditionele kerk en die liederen, ja, die kan ik dan vind ik heel mooi om daarmee te spelen. Leuk. Kijk je uit naar de kerstconcerten? Ja, enorm. Ik ook. Hey. Leuk dat we zoveel jaren vrienden zijn. Je bent een mooi mens. Wat is je droom? Nou, ik hoop nog wel heel wat jaartjes achter dat instrument te zitten. En elke keer weer verwonderd te zijn van wat er uitkomt. Samen te werken met mensen. Eigenlijk wil ik ook nog wel een eigen nieuwe cd maken. Dat schuif ik een beetje voor me uit. Omdat er elke keer ook weer heel veel inspirerende projecten langskomen. Ja. Dus, nou, laat ons inspireren op 15 december. En Jan-Willem, ik wil je heel hartelijk bedanken. Het is net nieuw en dat is het Credo uit de Kerk. Ik denk dat je het kent. Lees het nog eens even voor de zekerheid als je wilt. Ik ben niet wat ik doe, ik ben niet wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind, dat is wie ik ben. Niemand kan dat van me afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken. Ik hoef me niet te haasten. Ik kan Jezus vertrouwen en zijn liefde met de wereld delen. Nou, dat is wel ongeveer mijn credo inderdaad. Ja. Wauw. Dankjewel. En die nou, hè? Ja, dat was ook een tekst, een preek van hem die ik in die tijd heb beluisterd. En daarvoor las ik het boek Bevrijd je verdriet. Dus ja, dat is allemaal mooi. Alsof het bij elkaar komt. Mooi. Ik heb ook een aantal kerstkaarten. Die kun je aan je vrienden sturen. En ik zou willen vragen of je nog een keer voor een huiskamerconcert naar de piano wilt spoeden. Mogen wij dan vragen dat je al improviserend speelt over Ik kniel aan uw kribben neer, Joy to the World en wat in je hoofd opkomt?
Geweldig, dankjewel. Maestro. Dank. Zeker.